Is de veiligheid van kinderen 0 tot 18 jaar in het geding bij het opgroeien en opvoeden, dan helpt Jeugdbescherming Overijssel deze kinderen en hun ouders of opvoeders. Ik ben Patricia Elfrink. Ik werk voor de Jeugdbescherming Overijssel al een kleine 20 jaar. Ik werk als praktijkleider, teamleider. Mijn naam is Risha Nijboer. Ik werk als jeugdbeschermer bij Jeugdbescherming Overijssel. Er is veel veranderd. Sinds 1 januari 2015 is eigenlijk het hele organiseren van jeugdhulp en het inkopen van jeugdhulp onder verantwoordelijkheid van de gemeente komen te vallen. We werken samen met regisseurs van de gemeente op het moment, zeker op het moment dat er sprake is van complexe problematiek. Ja, op het moment dat er bijvoorbeeld nu een, een zaak binnenkomt uh, bij ons. Bijvoorbeeld op vrijdagmiddag word ik wel eens gebeld van er komt een uh, voorlopige ondertoezichtstelling binnen. Uh, dan wordt er meteen gekeken wie zijn er allemaal betrokken, wie van de gemeente uh, zou hierbij aan tafel moeten komen, wie van een zorgaanbieder zou bij aan tafel moeten komen. De gezinsvolgd, het liefst zelfs de gezinsvolgd die ook echt de zaak kan gaan oppakken, gaat meteen uh, mee uh, aan tafel. En samen met de Raad voor de Kinderbescherming, uh, de regisseur van de gemeente en de zorgaanbieder. En het liefst zelfs met mensen van het gezin maak je dan samen een plan. Ja. Maar in de complex casuïstiek uh, uh, ja, functioneert een regisseur van de gemeente eigenlijk ook als uh, uh, ja, voorzitter van de MDO's. Om te zorgen dat alle uh, partners die betrokken zijn bij, uh, bij, bij de casus en bij het gezin uh, ook een goede afstemming met elkaar vinden. Ik denk dat we er nog lang niet zijn. Ik denk dat we door de maatregelen die genomen zijn in de nieuwe werkelijkheid leven. Maar hoe kunnen we die verbeteren? Is volgens mij door te kijken hoe gaan wij nog veel meer in de gemeentes, met de mensen uit de gemeente samen kijken. Hoe gaan we het nog verfijnen? Hoe gaan we het verbeteren? Hoe gaan we innoveren? Hoe kunnen we. Snelle schakelen met elkaar. Dat je met kinderen werkt, dat je met ouders werkt en dat je, dat je daarin heel zorgvuldig uh, moet handelen en ook uh, rekening moet houden met uh, nou ja, de gevoelens die dat uh, bij ouders en jongeren op kan roepen.